Deelnemer Johan nam enkele weken geleden afscheid in de elfde cyclus van het programma De Bondgenoten. Na veel pieken en dalen wist hij zijn bondgenoten te overtuigen om hem naar huis te stemmen in plaats van Bruce. Onlangs sprak Johan openhartig met Love Reality en onthulde hij de emotionele motivatie achter zijn deelname. Johan deed niet alleen mee aan de bondgenoten voor zichzelf, maar vooral ter nagedachtenis aan zijn overleden neef, die een maand eerder aan kanker overleed. Ik deed het voor mijn neef, vertelt Johan. Zijn wens was om de oldtimer van zijn neef, een hatrad, te kunnen kopen. Dit zou niet alleen het kostbare erfstuk in de familie houden, maar de financiële middelen zouden ook zijn neef's weduwe helpen om in haar huis te blijven wonen. Hoewel Johan deze reden niet met zijn medekandidaten deelde, bleef hij vastberaden. Na het overlijden van zijn neef twijfelde dienstvrouw echter of ze de hatrad wilde verkopen. Johan besloot daarop zijn verhaal voor zich te houden en enkel te vertellen dat hij geld nodig had om een oldtimer te kopen. Hij was mijn neef, mijn maatje en vriend. Hij is 54 geworden, zegt Johan, zichtbaar geraakt door het verlies. Ondanks zijn vroege vertrek uit de bondgenoten, kijkt Johan positief terug op de ervaring en heeft hij de smaak van televisie te pakken. Ik ben een levensgenieter en wil nog veel meemaken, zeker op TV-gebied, deelt hij. Het lijkt erop dat Johan klaar is voor een nieuw avontuur op televisie, en fans van reality-tv zullen hem mogelijk binnenkort opnieuw op het scherm zien strijden in een nieuwe show.